Hallo, ik ben Desiree Stokkel en het is 23 maart 2016. Moslimorganisaties in Nederland willen het terrorisme niet stoppen. Dat heb ik al vaker uitgelegd, maar ik ga het nu opnieuw uitleggen, omdat de lobby die het volk niet kent in een nieuwe fase is terechtgekomen. Kijk, je moet weten dat toen ik in 2007 gedwongen werd door het parlement, door het ministerie van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken, Algemene Zaken, Veiligheid en Justitie, instituten als Klingendaal, AIVD, naar het internationaal strafhof toe te gaan voor de gein van de elite moordenaars. Ik ook de moslimwereld daarvan op de hoogte bracht. Ik heb toen heel veel moskeeën geë-maild. En die moskeeën die zijn gaan brullen. Ja, de islam wil geen terrorisme. De islam is liefdevol. De islam is goed en wij kunnen samenleven met Nederlanders. Ja, dat doen ze ook, dat brullen ze. En intussen, sinds mei 2007, hebben ze ook heel veel geleerd van de Elite Moordenaarsclub. Ze hebben namelijk geleerd om te communiceren zoals de elite dat doet, om zichzelf aan de macht te houden en toch geld binnen te harken. Denk aan al die subsidies die worden verspild. Denk aan al die zogenaamde mooie projecten die alleen maar leiden tot een verdamping van belastinggeld en weer nieuwe werklozen. Denk aan de ene crisis naar de andere, de veiligheidscrisis naar de andere. Denk aan de terreur van de media. Dat is een systeem. En die moslimorganisaties hebben dat systeem in zich opgenomen. Waardoor hebben die moslimorganisaties mij met rust gelaten? Nou, één, ik heb ze natuurlijk al vanaf begin af aan uitgelegd hoe ze met Wilders moeten omgaan. Ja, Wilders moet nu voor de tweede keer verschijnen in de rechtszaal. Het is voor de tweede keer dat zowel het Openbaar Ministerie als de rechtspraak, als de advocatenorde en de professorenlobby bewijst dat ze weigeren de wetten toe te passen. Er is eigenlijk maar één gerechtelijke uitspraak juist, en die had er al moeten zijn, namelijk de rechtbank die het dossier in zaken Wilders aangeboden heeft gekregen van het OM, had meteen moeten stellen in een gerechtelijke uitspraak: wij zijn niet ontvankelijk. Dit dossier moet volgens de Wet op de Rechterlijke Organisatie, artikel 76, worden beoordeeld door de Hoge Raad en alleen de Hoge Raad. Dan was dat hele toneelstuk weggevallen. Maar nee, het toneelstuk van onze corrupte rechtspraak wordt nu voor de tweede keer opgevoerd. En die moslimorganisaties weten dat. En die weten dat ik tegen alle politici een internationaal strafhofrechtszaak ben gestart, omdat die politici echt juridisch aantoonbaar moord op mensen regelen. Dus regelen dat mensen geen toegang hebben tot advocaten. Dat advocaten alleen nog maar bezig zijn met hun geld, alleen nog maar bezig zijn met het vervalsen van dossiers. Regelen dat mensen om valse redenen in de gevangenis worden gezet. Zoals de overvaller van het NOS-journaal, die Tariq Z. Regelen dat er moordzaken niet worden onderzocht. Zoals de 12-jarige Anas Urach. Dus die moslimorganisaties die zien dat ik wel een eerlijk mens ben. En dat ik wel zaken goed regel. Maar ze zijn niet bereid om de Elite Moordenaarsclub te verlaten en mij te gaan helpen zaken goed te regelen. De moslimorganisaties willen geen Republiek Nederland, omdat ze lobbyen met de koninklijke familie. En dat levert voor sommigen van hen geld op. Voor anderen niet, maar voor sommigen wel. Dat levert voor sommigen van hen status op en media-aandacht, maar niet voor allemaal. Dan willen ze geen grondwet voor de Republiek Nederland. Ze willen geen wetten die het volk meer macht geven. Wat willen ze wel? Nou, zeiken over Wilders, zeiken over terrorisme. Ik bedoel, ze hebben wel leren zeiken hoor, van de Hollandse Elite Moordenaarsclub. Ik heb er geen ander woord meer voor. Er wordt in Nederland niet nagedacht, er wordt niet gewerkt en er wordt geen enkele moeite gedaan om een rechtsstaat te bouwen. En iedereen gaat maar door, hè? Maar door in al dat nutteloze gedrag, in het belastingverdampende gedrag. Nou, die moslimorganisaties blijven daar ook aan deelnemen. En dat zien die terroristen. Ik zal niet zeggen dat alle terroristen verbonden zijn aan de goedwillende moslimorganisaties. Maar wat is nog goedwillend? Als je weet als moslimorganisatie dat we een parlement hebben die Nederlanders vermoordt. En je houdt dat in stand omdat je als moslimorganisatie wil zeiken over Erdogan. Of wil zeiken over wat er in Afrika gebeurt. Of in het Midden-Oosten. Wat ben je dan aan het doen?
Nou, dan heb je van jezelf een kopie gemaakt van de elite moordenaarsclub. Dus wat gaat er gebeuren? Nou, er komen meer terroristen. Er zijn natuurlijk al heel veel terroristen het land binnengekomen. Er zijn gewoon heel veel massamoordenaars nu aanwezig in die vluchtelingencentra. Worden die gek? Ja, ik denk het wel. Want onze economie gaat helemaal niet beter. He, en dat zie je ook wel. Ene week heb je berichten over, ja, het gaat beter, de economie groeit. En dan komt er toch weer ergens een calculatie die zegt van, ja, maar eigenlijk hebben we 1 miljoen banen nodig en geen 600.000. Er komen elke keer, de ene dag heb je een positief bericht en de andere dag heb je een negatief bericht. Doordat de media op een bepaalde manier communiceert en doordat de zogenaamde machthebbers in het land ook op een bepaalde manier communiceren, neemt het terrorisme toe. En die moslimorganisaties zijn niet bereid om een ander communicatiesysteem te gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld gebaseerd op de Grondwet voor de Republiek Nederland. Gebaseerd op die nieuwe wet, verkiezingen en referendum voor de Republiek Nederland. Die het volk dus in de toekomst een ICT-referendum moet geven, een computerreferendum moet geven. Zodat het volk wekelijks of maandelijks handtekeningen kan verzamelen voor een zeer belangrijke vraag die de kwaliteit van de rechtsstaat, soevereiniteit en leven verbetert. Ja, wat ik wil is een grondwetreferendum voor het in en uit een arbeidscontract stemmen van bepaalde belangrijke personen. Ik vind dat het volk een stem moet hebben, zowel binnen de partij in voorverkiezingen binnen een partij, maar ook via een grondwetreferendum, om echt bepaalde misbaksels uit een hoog arbeidscontract te stemmen en dan te zeggen van, ja, luister eens, maar wij vinden die persoon goed voor dat arbeidscontract en we willen dat die persoon dat arbeidscontract krijgt. Ik wil ook dat het volk een raadgevend referendum krijgt, wekelijks inloggen met een speciaal belastingnummer bij de gemeente, provincie. En dan kun je stemmen over gemeentezaken of provinciezaken. Dat is dan raadgevend. Maar wat je ziet, is dan dat het volk de macht heeft om de kwaadaardige lobby te passeren en de macht heeft om het belastinggeld te investeren in probleemoplossing in plaats van zeikgedrag via de media. Die moslims, die willen dat niet. Die willen helemaal niet dat het aanmaken van de hel stopt. Dat willen ze niet in Nederland, niet in het Midden-Oosten, niet in Turkije, niet in de criminele wereld. Dus wat gaat er nu gebeuren? Het zal me niks verbazen als er terroristen komen die zelfs hun eigen soort, hè, die zeikende moslimorganisaties, bedreigen of lam leggen. Oké, ik moet aan het werk, moet andere wetten schrijven en die moeten dan weer naar de ambassades. Dag!